Goedemorgen allemaal, wat gezellig dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik zit op het moment in de bus, want vandaag is het Funkemuller Event. Super gezellig. Nou, het was nog een hele struggle vanochtend. Mijn trein reed niet en ik had helemaal in de stress, want ik was te laat. Maar alle meiden hebben super lief op mij gewacht en we zitten nu in de bus onderweg naar... Ik denk, jij helpt mij even. Onderweg naar? In Den Haag, maar ik weet niet precies waar. Oké. We gaan nog even kijken wat de locatie is. Thijs weet het wel. Ja, Central Park. Oké, onderweg naar Central Park. Oh, oké, goed. Nou, ik ben super benieuwd. Ik neem jullie vandaag weer gezellig mee op pad en ik wens jullie heel veel kijkplezier. We zijn aangekomen bij de locatie. We zijn allemaal in de rij. Yeah. En we gaan zo meteen naar binnen. Dit is trouwens mijn nieuwe broek. Oeh, zo leuk. Alleen, ik had eigenlijk hoge hakken onder moeten doen, want nu sleept hij echt op de grond. Nou, we zijn binnen. Of ja, eigenlijk buiten. We zitten hier in een tent. Het is nog gelukkig, staan de heaters een beetje aan. Want gisteren was het gewoon 29 graden en vandaag 19. En het zou gaan regenen. Maar het is droog. Yes, super fijn. Ik heb aan een off-shoulder top. Maar ja, als je aan het vloggen bent, dan gaat hij altijd zo omhoog. Dus ja, lastig. Echt zo leuk. Die is van de nieuwe collectie van Maria Taylor. Heel mooi donkerblauw met een beetje lace hier. En ja, zo'n wijde broek heb ik onderaan. Zo'n flat pants. En we zitten aan tafel met al die lieve meiden. Zo gezellig. Het ziet er echt super goed uit. Ik ga heel leuk voor jullie filmen. Het ziet er echt super lekker uit. Nee, zo leuk. Je leent deze tafel ook, hè? Nee, hij stond onder in de mail. Bloemetjes. Thijs, our photographer and also Josiah. Really beautiful content, and if you would like to post anything, please use hashtag #AskYourAmbassador and start an adventure. And around 4 we have like food trucks, festival, drinks and wines, and also gin tonic. So I think it'll be a great day. De lunch is klaar en het is tijd om een outfit uit te zoeken. Maar het is gewoon echt mega druk. Dus, we zijn te laat. Alle leuke dingen zijn wegdalen. Ja. Wat denk jij? Ja. Hopelijk is er nog iets leuks. Ik zie wel leuke jurkjes daar. We staan hier in de kledingroom en ik heb al wat dingetjes gepakt. Een hele leuke bikini, leuke jurkjes en dingetjes. Dus ik ga heel even passen waar ik zo meteen mee op de foto wil. Heb jij dingetjes ook al? Ready? Oké, ik ga zo even passen. Ben benieuwd. Oké, de look is aan. Yay! Ik heb een Funkemuller jurkje aan. Zo snoezig. Heel cute. Oh, kom maar bij, kom maar bij. Dit ziet er toch niet uit? Jawel. Ik vind die heel leuk. Oh, maar je ziet me streng. Sorry. Hoi. Lekker in de vlog. Heel snoezig zijn wij samen. Leuk, love it. En onder heb ik een... Ja, hoe ga ik die nou laten zien? Nog een wit broekje eventueel met een... Ja, ik laat die straks wel even zien. Roze... Bikini. Maar wat doe jij van schoenen aan, Lieke? En even slippers zoeken. We zijn nu wel even binnen. Hier kun je je nagels laten doen. Hier kun je je henna laten doen. Superleuk. Daarachter is nog iets met bloemen. Je kunt je haar laten doen. Je kunt je make-up laten doen. Dus wij gaan even kijken. Wij zitten hier bij een superleuke setting. En we gaan shooten zo meteen. We hebben al een leuke kokosnoot. Kijk. Oh, hey, hij is zwaar. Voor mij staat Funkemuller op, hè? Yay! Wij liggen hier klaar voor de shoot. Yay! Ben neemt de vlog even over van mij. Hallo! Ik neem het heel eventjes over, want dit is eigenlijk echt hilarisch om te zien. Ik ga even kijken hoe dit werkt. Maar hoe kan ik... Ik heb nu zien wat ik aan het filmen ben. Zo. Deze wat jammer is, dat je nu net het trappetje ziet en... Kijk, Fabienne die maakt foto op een trap. En hier liggen de twee beauties. De zeemerminnen. Wacht, ik ga het even zo doen. De twee zeemerminnen. De jonde, dit lijkt wel dood. Ik voel gewoon dood. Die zon is zo heftig. Oké. Moet de arm nog? Zo makkelijk is dat niet, hè? Nee, ik heb nu mijn roeping gevonden. Ik ben fotografen, want... We gaan eventjes lekker een snoepje pakken.
Yum. Lekker drinken. Ziet er ook zo leuk uit. Hier is iedereen aan het shooten. En mijn slippertjes zijn ook zo snoezig. Dankjewel. Ja, okay. Dankjewel. Thanks. Leuk. Welke was nou met Alko? Dit is met Alko. Oké, thanks. Woo. Oh, moet ik komen? Ja. Moet ik komen om te vloggen? Ja. Ja en zo. Ze wil graag vlogles. Want... Yay, we hebben net nog geshoot. Yes. Leuke foto's, denk ik. Ik hoop het, maar daar gaan we wel van uit. Ja. Hoe vind je mijn bloemenkant? Heel leuk. Die heb ik eigenlijk voor jou gevlogd. Ja, ik heb er geen. Ik heb wel 10 keer in de rij gestaan voor nog één. Maar het grappige is, ik heb hem van jou. Ja. En toen een ander meisje, die heb hem nu. En die heeft nu mijn hoed en ik heb hem weer terug. En jouw hoed dan? Waar is die dan? Nee, maar ik moet hem zo weer teruggeven. Nou goed, misschien gaan we zo nog even kijken. We zitten lekker te drinken, zitten lekker te genieten. Dadelijk gaan we misschien een ijsje halen, toch? Ja, of niet? Ja, ik vind het heel wel koud eigenlijk. Oh, ik vind dat ik hou me altijd in het ijs. Met stikstof. Dus, we gaan kijken. Wij staan hierbij. Lekker nice. Ijsjes. En we gaan een ijsje halen. En dit is kleur bij stikstof. Dus 176 graden onder nul. En dat ga ik nu bij deze ijscompositie aan toevoegen. En omdat dit zo extreem koud is, kan ik het eigenlijk instant tot een ijsje omdraaien. Oké. Okay. Oh, er komt echt wel rook vanaf. Oh, jij hebt hem al. Ja, ik heb hem al. Hoe smaakt je ijsje? Super lekker. Lekker, wat smaakt jij? Oh, de aardbeien. En framboos. Ja, baba. Oh, lekker. Hé, hey, dankjewel. Thanks. Nou, wij gaan eerst proeven. Hey, wij zitten met onze ijsjes. Ik mag niet knoeien op mijn witte jurk. We gaan even proeven. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb nou die roze en jij de gele. Is die lekker? Je hebt vlees of zo. Wow, echt wel een aparte smaak deze hoor. Appelig. Ja. Ik weet niet, ik kan dit ook niet echt plaatsen, maar wel heel lekker. Kijk maar jou ook even proeven. Oh, heel lekker wel. Ik vind deze ook lekker. Ik vind die lekker. Ja. Frisse. Yummy. We krijgen meteen wat eten. Zo lekker. Hamburgertje. Ik had ook echt honger. Jee. Gaan jullie hier yes. Aan de tafel? Delicious. Ik heb toch een bloemenkrans kunnen fixen. Ik ben zo blij. En ik heb... Ja, nog een mooie. Woehoe. Happy Flower Girls. Ik heb me al even omgekleed. Ik heb mijn topje, onhandige vlogtopje eraan. En we zitten hier lekker aan tafel met alle meiden. Dan krijgen we zo meteen nog wat lekkers te eten. Ik heb al net een klein hamburgertje opgegeten. Ik heb meiden al gezien. Ja? Hele lekker. En ik heb al frietjes gezien. Oh, er komen frietjes aan. Ik heb mijn frietjes. Ik ben helemaal blij. Lekker. Smakelijk, ladies. Eet smakelijk. Lekker. Onze gin tonic zijn er. En het ziet er zo lekker uit. Yes. Cheers. Wij zijn klaar met eten. Het was zo lekker. En, oh, ik ga even maken. Super. Ja, heel schattig. Snoepjes. Ik ook één van mij. Eentje? Ja. Je eet alles per twee, hè? Nee, ik heb er één. Ja? Per twee. Oké. Oh my god. Oh, die pakt jij dan twee? Oh, toch eentje voor.
Kijk zo, per twee. Ja. Ik ben wel lekker thuis. Echt super fijn. Lange reis nog achter de rug. Maar het is gelukkig nog best vroeg. Ik ben niet heel laat thuis of zo. Het is nu 8:30. Dus dat is wel gewoon een prima tijd. Ik zat in de trein en ik dacht, oh, volgens mij is deze vlog weer super chaotisch. Elke keer als ik een event heb van Hunkemuller, film ik gewoon allemaal kleine korte stukjes. En dan ga ik weer gezellig verder met kletsen met de meiden. En dan ja, film ik gewoon allemaal kleine korte stukjes. Maar volgens mij hebben jullie helemaal geen goed beeld van wat we vandaag nou hebben gedaan. Nou, eerst hebben we een lunch gehad. Met z'n allen was heel erg gezellig. Gewoon lekker allemaal bijgekletst. En daarna was er een mogelijkheid om je haar te laten doen. Super leuk, want je kon je haar laten krullen. Maar je kon ook kleur in laten spuiten. Dus heel veel meiden hadden in de punten ja, roze of blauw of zo. Echt super tof. Je kon henna tattoos laten zetten. Ja, mij leek dat ook heel erg leuk om te doen. Gewoon helemaal super mooi op je hele hand. Maar ik weet niet of dat kan met mijn werk. Ik dacht, ja, ik zal het toch maar niet doen voor de zekerheid. Maar het zag er wel echt super tof uit bij alle andere meiden. Heel veel hadden het wel gedaan. Die bloemenkrans, die hebben jullie al gezien, hè? Die heb ik hier. Tadaa. Ik hoop dat die lang goed blijft. Maar het zijn echt echte bloemen. En ze krijgen natuurlijk geen water meer nu, dus ik denk dat die uit gaat drogen. En daarna waren er twee fotografen die dan foto's van je gingen shooten. Dus dat hebben we ook gedaan. We hebben gewoon zelf nog wat foto's gemaakt. Dus dat was echt een fotomiddagje. En daarna hebben we gewoon weer gezellig gezeten. Nog wat hapjes gegeten. En drankjes gedronken en gezellig gekletst. Dus dat was eigenlijk gewoon een klets- en shootdagje. Maar ja, dat zullen jullie wel hebben gezien op mijn vlog. We hebben ook nog een goodiebag gekregen. Die is hier. Superleuk. En ik vind het echt ontzettend leuk wat erin zit. Want er zit een hele toffe kimono in van Hunkemuller met achterop het logo van Hunkemuller. Dit was de vlog. Ik hoop dat jullie het weer super leuk vonden. Vonden jullie de vlog leuk? Dan vooral eventjes duimpjes omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En trouwens, ik wil nog één ding zeggen voordat ik de vlog afsluit. Deze lipstift heb ik vanochtend opgedaan. 1 keer dus. En hij is gewoon de hele dag blijven zitten. Zo chill. Ik heb gewoon geen 1 keer bijgewerkt. Backtalk van Urban Decay. Maar ja, voor de vaste kijkers, die heb ik heel vaak op. Maar nooit geweten dat hij zo lang blijft zitten. Super chill. Nou goed, tot de volgende keer weer. Doei doei!